Hey allemaal, je kent ze vast wel, emojis, die fabuleuze smileys op je telefoon. Maar voor mij is het veel meer dan dat. Het is een manier om mijn diepste gevoelens te kunnen uiten. Het is echt een taal, mijn moedertaal. Serieus, als ik op de middelbare school in plaats van Frans emojilogie had kunnen kiezen, dan weet ik zeker dat ik met gemak mijn VWO had kunnen afmaken. En als ik emojis typ, dan weet ik precies wat ze betekenen. Er zit echt gevoel achter. Maar ik vroeg me laatst af, hoe zou dat er eigenlijk echt uitzien als je die emojis in het echt zou doen? Daar gaan we vandaag achter komen en dat kan maar op één manier. Dus doe alvast een duimpje omhoog. Dan gaan we na de intro beginnen. Het is birthday, birthday, elke dag is birthday. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op birthday. Laten we een beetje makkelijk beginnen. Dus. Wie doet dat in het echt? Oh, maar dan heb je er ook nog een met van die stipjes als ogen. Dan ben je... Ik weet niet hoe je die doet. En deze gebruik ik zo vaak. Echt, dat is mijn meest gebruikte emoji. Maar hoe doe je die? Echt en dan... Ik weet het niet. Doe ik hem goed? Nee, het is echt... Dit moet zo... Maar die ogen zijn wit, dus we moeten eigenlijk zo... Ja, wacht, die emotie die trekt gewoon eigenlijk zijn handen zo en dan... Want dan zijn je ogen een beetje wit, toch? Wow, wat een openbaring. Dus het is niet een verbaasde smile, het is gewoon iemand die zo doet. De engel, hoe doe je... Wacht, Ja. Fruitmand, die dan... Oeh, gatver, er zit iets in. Maar wacht, dit is echt heel goed. Wat zit hier allemaal in? Holy shit, dit is echt een uitdaging. Geen mond, dus... Oh ja, deze sass queen gebruik ik ook heel vaak. Maar hoe doe je dat in het echt? Echt iets van... Oh jee. Nee. Niet te veel. Ja. Oké, en nu snel. Hoe ging die nou? Shit. Is er gelukt te komen? Wat? Waarom is er eigenlijk een drol smiley? Serieus? Oké. Oh wacht, voor deze moet mijn hoofd rood zijn. Maar dan moet ik even ondersteboven staan. Oh, nu is mijn geheim trouwens zichtbaar. Dat ik een korte broek of een sportbroekje heb tijdens het filmen, omdat het alles te warm is. Oké. Nu is het echt... Oh, shit, dat is mijn laptop. Oké. Ja, het zag je niet toch? Oh nee. Maar de reden dat ik deze video maak is omdat er iets heel ergs gaande is. Er is laatst een lijst gepubliceerd met 100 nieuwe emojis. En ik dacht, yes, oh my god, eindelijk. Misschien dat de unicorn emoji komt, dat moet wel, want... Die is er niet en ik snap gewoon niet waarom dit niet is. Dus ik ging die lijst doorscrollen, 100 nieuwe emojis en ik ging steeds verder naar beneden. En het bleek dus, hij staat er gewoon niet tussen. En dat kan gewoon echt niet, want dit wil je toch als emoji hebben, come on! Maar ik accepteer dit dus gewoon niet, want het ontbreken van een unicorn emoji is gewoon hetzelfde als je in woordentaal niet kan zeggen dat je van iemand houdt. En dat is toch... Verschrikkelijk. Maar het is nog niet te laat, want onlangs hebben wij er met z'n allen voor gezorgd dat het Prisma woordenboek het woord glitter heeft aangepast. Dus waarom zouden wij er niet met z'n allen voor kunnen zorgen dat er een unicorn emoji komt? Dus als jij net als ik ook vindt dat er een unicorn emoji moet komen, tweet het dan met hashtag unicorn emoji.
Of check de beschrijving, daar staat hij ook in, de eerste link. Klik de tweet linkje. En als je geen Twitter hebt, zet het dan op Instagram. En dan ga ik al jullie inzendingen verzamelen. En dan wordt het een soort petitie en die ga ik dan opsturen. En dan zorgen wij er gewoon met z'n allen voor dat er een unicorn emoji komt. Bam! En het gaat ons gewoon lukken, ik weet het zeker. Ik word echt al helemaal emotioneel bij de gedachte. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie tweets. Ik hoop dat het te veel gaan zijn, want dan kunnen we echt een petitie starten en dan komt hij er echt. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie heel graag volgende week first weer. En dan hopelijk met unicorn emoji. Doei!